Het is goed om hier te zijn, wat geweldig. We hebben vanochtend zijn we vanuit het zuiden, Maastricht, helemaal hier naartoe gekomen. En oorspronkelijk komen Jaap en ik uit Friesland en zijn uiteindelijk beland in Maastricht. En Maastricht staat on fire, wist u dat? Er is niet veel bekend over Maastricht, maar Gods geest is bezig. Er komen veel mensen tot geloof en Maastricht is on fire. Yes. Ja. Hebben jullie er zin in vandaag? Ja. Ik wil jullie allereerst bemoedigen met een tekst en laten we de Bijbel open als je die hebt. Naar Micha 2 vers 13. En ik wil met de deur in huis vallen. Deze ochtend. Een klein boek, Micha, een van de profeten. Micha 2 vers 13, daar staat: de doorbreker trekt voor hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun koning gaat voor hen uit. De Heere gaat aan de spits. En ik wil je vandaag zeggen, ik wil over je uitspreken dat de doorbreker hier vandaag is. Hij is hier voor jou. Je denkt misschien dat je hier toevallig bent vandaag, maar nee, de doorbreker is hier. En hij gaat voor jou uit. En het maakt niet uit hoe je hier bent gekomen, wat er door je heen gaat, welke moeilijke situatie ook voor jou nu bestendig voor jou staat. Maar de doorbreker is hier en hij zal doorbreken. De koning zelf gaat aan de spits en hij zal een weg banen door jouw moeilijke situatie, wat jou maar voor ogen staat. Hij gaat aan de spits. En hij zal ervoor zorgen dat de poort open gaat, zodat jij er doorheen kunt gaan. En van overwinning naar overwinning en van glorie tot glorie. Amen. Er zijn vele namen van God. En de doorbreker is er één van, maar er zijn vele namen. God als leraar, God als beschermer. God als heelmeester, God als bevrijder. En eentje is ook God als vader. God is onze vader. Wat maakt het op dit moment bij jou los als ik zeg God is ook jouw vader? Want ik weet namelijk niet wat voor aardse vader jij hebt gehad. Maar God wil vandaag jou ontmoeten als jouw vader. En God is niet alleen vader, hij is ook jouw moeder. En wij aardse vaders en moeders hebben de opdracht om God te weerspiegelen wie hij daadwerkelijk is. En God is hier. En ik geloof dat er vandaag heel veel genezing zal gaande gebeuren. In jullie harten, in jullie zielen. Daar waar je een verwrongen godsbeeld hebt, omdat je aardse vader of moeder een verkeerd beeld hebben gegeven van wie God daadwerkelijk is. En ik werd bepaald, er zijn vele namen van God. Maar de naam van de Vader springt daaruit. En waarom? Zoals jullie hier zitten, jullie hebben allemaal een vader. Misschien leeft je vader niet meer. Misschien heeft je vader je in de steek gelaten. Maar uiteindelijk, je bent geboren uit een vader en een moeder. Je bent geboren als een kind van een vader en een moeder. Want die waren nodig. Zodat jij geboren kon worden. Alleen je hebt je vader en moeder, je aardse vader en moeder, niet zelf kunnen uitkiezen. Was dat maar zo. Maar die keuze die hebben we niet. Maar vandaag is de dag, als jij God, als jouw vader nog niet kent. Dit is de dag dat je een kind kan worden van God de Vader. Een geestelijke vader waar je wel een keuze in hebt. Want God als vader, die kun jij kiezen.
Want je hebt een vrije wil om te kiezen. Van kies je ervoor of niet? Wil je het geschenk van God als Vader aannemen? Dat kan door Jezus Christus. Jezus is de weg gegaan. Hij heeft verzoening gebracht tussen jou en God de Vader. Om het in orde te maken. Zodat jij vandaag een kind van God kan worden. Van de Allerhoogste God. En weet je, God heeft me erbij bepaald vandaag. Dat er vandaag veel mensen, ook hier, sommige mensen, die leven in geloofsonzekerheid. Het kan zijn dat je hier bent en je gelooft wie Jezus is. En toch heb je geloofsonzekerheid. Van wat als ik vandaag sterf? Waar zal ik in de eeuwigheid doorbrengen? Maar vandaag wil ik tegen je zeggen. Die geloofsonzekerheid die zal worden weggenomen omdat Jezus het antwoord is. En vandaag kun jij een kind van God worden door het geloof in Jezus Christus. In wie hij is, dat hij de Zoon van God is. Dat hij is gestorven voor jou persoonlijk. Dat hij is opgestaan uit de dood en dat hij leeft. En in Romeinen 10 vers 9 en 10 daar staat als jij in je hart gelooft. En met je mond beleid dat Jezus Christus jouw Heer is. Dat maakt jou, dat word je een kind van God. En aan het eind van deze dienst gaan we daar ook voor bidden. Maar God is onze Vader. En je moet niet overtuigd worden door wat ik zeg, maar overtuigd worden van wat Gods woord zegt. En ik wil je meenemen vandaag in verschillende teksten. En misschien ga ik er snel doorheen, maar dan kun je de teksten opschrijven. Maar de eerste tekst in de Bijbel waar God zichzelf bekend maakt als Vader, is in Deuteronomium 32 vers 6. En daar staat, is hij niet uw vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven. God is de Vader. God is jouw schepper. Hij wil je vader zijn. Een andere tekst in Jesaja 9, vers 5, daar staat, deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, machtige God, eeuwige vader, vredevorst. God is een eeuwig vader. Niet tijdelijk, eeuwig. Hij is eeuwig vader. Een andere tekst, Jesaja 63, vers 16, daar staat, u bent toch onze vader, maar u, Heer, bent onze vader van oudsher heet u onze beschermer. Van oudsher is God onze vader. In het Oude Testament wordt God al voorgesteld als vader. En niet alleen in het Oude Testament. De mensen in het Oude Testament hebben God nooit echt gezien als vader. Wel door zijn daden. Maar het mooie is, in het Nieuwe Testament is Jezus, waar de verhalen van Jezus staan. En in Jezus leer je God als Vader kennen. Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En als je op zoek bent naar wie God is als Vader, richt je op Jezus. Lees de verhalen van Jezus, want Jezus is de afspiegeling van wie God is. Jezus is God. En God is als het ware in een mensenpersoon gekropen. En heeft zichzelf bekendgemaakt in Jezus. En Jezus voert ook de wil van God de Vader uit. Jezus is God. En hij heeft laten zien wie de Vader is. En Jezus heeft de Vader doen leren kennen. En de vraag is, ken jij God als Vader? En als je kijkt naar de namen van God, dan vind ik, dan springt deze naam eruit, Vader. Want je hebt ook God als leraar, God als koning, God als burcht, noem maar op. Maar wat is het verschil met God als Vader? We hebben allemaal, wat ik al zei, een aardse vader. Die hebben we gehad of die hebben we nog. Maar wij kunnen ons allemaal daarmee identificeren. We hebben ergens, of we hem kennen of niet, een aardse vader. Dat is niet met God als leraar of koning. We hebben niet allemaal een aardse vader die koning is. Een enkeling misschien. Of een aardse leraar. Maar een vader hebben we allemaal. En God laat zichzelf vader noemen. Daar spreekt
relatie, daar gaat dat woord, dat gaat over relatie. God als vader. Maar de vraag is, wat roept dat bij je op? En ik wil nog belichten dat God zichzelf niet alleen bekend maakt als vader, weet je ook als moeder. En we hebben het er niet vaak over, maar ik heb een aantal teksten dat God zich ook bekend maakt als moeder. En de eerste die ik wil lezen is, ik ga hem even opzoeken. We beginnen bij Genesis 1, vers 27. Daar staat, God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Mannen en vrouwen zijn naar het evenbeeld van God geschapen. God heeft een mannelijke kant en God heeft een vrouwelijke kant. De mannen weerspiegelen de mannelijke kant van God. De vrouwen de vrouwelijke kant van God. Zeg eens tegen je buurvrouw of buurman, jij bent het evenbeeld van God. Geloof je het ook? Geloof je het ook? Jij bent het evenbeeld van God. Als man en als vrouw. In Jesaja 66 vers 1 tot 3, daar wordt gesproken over, zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten. Daar maakt God zichzelf bekend als een moeder. Zoals een moeder zich troost, zo wil ik jullie ook troosten. Een ander voorbeeld, Matteüs 23, vers 37. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Maar jullie hebben het niet gewild. God wordt vergeleken met een moeder hen die haar vleugels uitspreidt over haar kuikens. En er zijn veel meer teksten. Maar om even neer te zetten dat God een vrouwelijke, een mannelijke kant heeft. En wij als mannen en vrouwen, en zeker als je vader of moeder bent, heb je de opdracht om iets van God te weerspiegelen in dat vader zijn, in dat moeder zijn. En juist hier, op dit gebied, valt de vijand aan om veel kapot te maken. De vijand probeert in te breken in dat vader en moeder zijn. Zodat heel veel gelovigen, en Jaap en ik, we hebben heel veel pastoraat gegeven aan mensen. En wat we vaak weer, elke keer weer tegenkomen, is dat christenen een verwrongen godsbeeld hebben. Omdat ze niks met dat vaderbeeld kunnen, God als vader. En vandaag is de dag. Als dit voor jou geldt en je kunt niks met dat vaderbeeld. Vandaag gaat er genezing komen en zal er doorbraak komen in jouw leven. En ik heb het zelf meegemaakt met Jaap. Had een zeer autoritaire vader, heel streng. Legde de lat hoog. Als hij een 8 had op zijn rapport, dan moest hij bijles nemen. Want een 8 was te laag, hij moest een 9 of 10 halen. En je kunt je voorstellen wat voor beeld je dan van God krijgt. Want dan denk je, de lat moet hoog. Hoe kan ik Gods liefde verdienen? Maar weet je, Gods liefde voor jou is onvoorwaardelijk. En dat wil zeggen, hij houdt van jou. En zijn liefde is één rechte lijn. En jij kan er niks aan toevoegen of afhalen. Hij zal altijd onvoorwaardelijk voor jou blijven houden. Zijn liefde kun je niet verdienen, want hij houdt van jou. God is liefde. En in Maastricht hebben we een opvanghuis voor dak- en thuisloze jongeren. En we maken dat dagelijks mee. Gebroken kinderen uit gebroken gezinnen. Die geen liefde hebben ontvangen. En één voorbeeld wil ik noemen van een meisje. En die werd op haar 18e verjaardag, dus notabene op haar verjaardag, werd ze zo voor het opvanghuis gedropt door haar vader. Van succes ermee. En het meisje kwam uit een dysfunctioneel gezin. Ze ging van een vader, haar ouders waren gescheiden. Ze ging van haar vader naar haar moeder. En dan woonden ze hier en dan woonden ze daar.
Het meisje is een maand lang opgesloten geweest in haar slaapkamer. Kreeg een bakje eten voor de deur, één keer per dag. Dan werd de deur even opengemaakt, zodat ze kon eten. En totaal geestelijk kapot gemaakt kwam dit meisje voor onze deur. En we hebben haar opgevangen. En we vroegen, joh, wat is jouw droom in het leven? En ze zei, ik wil kapster worden. Ik wil mijn leven lang al kapster worden. Maar mijn vader heeft altijd gezegd, ik ga niet investeren in jou. Jij bent te dom daarvoor. Het gaat nooit wat worden. En daar is ze. En met het team, we hebben haar liefde gegeven. Onvoorwaardelijke liefde. We hebben haar bemoedigd. We hebben haar bevestigd. Inmiddels is ze uit het credohuis. En ze is met haar tweede jaar bezig van een kappenvakopleiding. Ze is een van de beste leerlingen. Is dat niet geweldig? God gaat mannen en vrouwen herstellen die een verwrongen godsbeeld hebben door dingen die er zijn kapot gemaakt. En het omgekeerde is ook waar. Het kan zijn dat je hier zit, dat je een hele liefdevolle vader of moeder hebt gehad. Zodat je totaal geen problemen hebt met het godsbeeld. Zelf heb ik een hele lieve, zowel vader als moeder gehad. En ik kan me herinneren als kind dat ik bij mijn vader lekker op zijn schoot kon kruipen. Hij deed zijn armen om me heen. Hij gaf me liefde. Hij heeft me bevestigd. Hij heeft me aangemoedigd om nieuwe dingen te gaan doen. Hij heeft me uitgedaagd om mijn wereld te verkennen. Een hele liefdevolle vader. Dus als ik lees over God als liefdevolle vader, daar heb ik helemaal geen moeite mee. En toen ik ontdekte in het pastoraat dat zoveel christenen hiermee worstelen, met dat vaderbeeld van God, toen dacht ik, ik wil mijn vader eens keer persoonlijk vertellen dat ik zo blij met hem ben. En dankbaar dat hij heeft weerspiegeld in zijn leven hoe liefdevol hij is geweest. En dat ik hem wil bedanken dat dankzij hem ik ook het beeld van God als vader makkelijk heb kunnen aannemen. En ik wil je ook uitdagen, als je een liefdevolle vader hebt gehad, ga je vader, als zover het nog mogelijk is, ga hem eens bedanken. Of je moeder bedanken voor de liefde die ze hebben gegeven. Want het is essentieel voor jouw beeld naar God. Voor jouw vaderbeeld naar God. Maar het kan zijn dat je hier zit en dat je dat niet hebt gehad. En ik wil een aantal voorbeelden noemen van soorten vaders en moeders waar dingen mis zijn gegaan. En niet om vaders en moeders zwart te maken. Nee, we krijgen vaders en moeders. Maar weet je, soms kunnen er zelfs onbewust dingen gebeuren waardoor er dingen zijn kapot gemaakt. Maar ik wil wel dingen bij de naam noemen. Omdat ik geloof dat de doorbreker hier vandaag is. En dat hij, dat de geneesheer hier is. En de bevrijder. En dat hij je wil gaan genezen, daar waar nodig is. En de eerste voorbeeld die ik wil gaan noemen, dat is de afwezige vader of moeder. Ik noem steeds vader, maar denk daarbij, het kan vader of moeder zijn. En wat ik wil gaan doen, ik wil een aantal voorbeelden gaan noemen. En als dit voor jou geldt, dan heb ik Gods woord daartegenover staan. En pak dan Gods woord. Pak het, omdat Gods waarheid maakt vrij. En Gods waarheid zal niet ledig terugkeren, maar zal zijn uitwerking hebben, ook vandaag. En de eerste is de afwezige vader. Het kan zijn dat je een aardse vader hebt, maar dat hij overleden is. Of dat hij je in de steek heeft gelaten. Door scheiding. Of gewoon van een op andere dag is weggegaan. En je lijdt daaronder. En daardoor kun je een verkeerd godsbeeld ontwikkeld hebben. Doordat je denkt, ja, wie is God? God kan mij zomaar in de steek laten. Hij kan zomaar wegvallen. Een stuk veiligheid kan ontbreken in je leven. En je durft God niet te vertrouwen dat hij er altijd voor je is. Je kunt het gevoel hebben dat God jou in de kou laat staan. En Gods woord zegt in Jesaja 49 vers 15 en 16. Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift. Je muren staan mij
steeds voor ogen. God zal jou nooit verlaten. Mensen kunnen je in de steek laten. Vaders en moeders kunnen onverwachts uit je leven wegvallen. Maar weet dat God als vader jou nooit in de steek zal laten. Hij de haar op je hoofd zijn geteld. En hij weet jouw zitten en jouw staan. Hij is bekend met je leven en begaan met jouw leven. En hij wil jouw vader zijn. God wil jouw vader zijn op een manier die een aardse vader of moeder nooit kan vervullen. Jaap en ik, we zijn ook vader en moeder. We hebben 3 kinderen van 24 jaar, 22 jaar en 20 jaar. 2 dochters en een zoon. En ik kan je vertellen, ik ben geen perfecte moeder. En Jaap is geen perfecte vader. En we, natuurlijk doen we ons best. Maar we leven in een gebroken wereld. En er gaan altijd wel dingen mis. Dus ik wil niet zeggen van de perfecte vader en moeder bestaat, die bestaat niet. Maar we kunnen liefde geven, we kunnen kinderen aanmoedigen, bemoedigen. Maar God is wel een perfecte vader en moeder tegelijk voor jou. En hij kan jou alles bieden wat een aardse vader of moeder jou nooit kan bieden. En hij kan elk tekort in jouw leven, zelfs met terugwerkende kracht, kan die vervullen. En dat wil ik op dit moment al over je uitspreken. De jaren die voor jouw gevoel weggegooid zijn, de jaren die kapot zijn gemaakt, God is hier, de geneesheer is hier. En hij is bij macht om met terugwerkende kracht genezing en herstel te brengen in de naam van Jezus. Een ander voorbeeld, de teleurstellende vader. Dat zijn, zijn vaders of moeders die van alles beloven, maar nooit een belofte nakomen. En je kunt teleurgesteld zijn geworden omdat je hoopt op iets en dan werd het weer niet waargemaakt. En als dat vaak gebeurt, dan kan het zijn dat je God niet meer gaat vertrouwen, omdat je aardse vader of moeder zo was. Dat je God moeilijk kunt vertrouwen op zijn woord. Dat je denkt, kan God zich aan zijn woord houden? Kunt je er misschien niks bij voorstellen. Maar weet je wat Gods woord zegt? Dan wil ik vandaag tegen jou zeggen. In Deuteronomium 7 vers 9. Daar staat, Deuteronomium 7 vers 9. Daar staat, besef dus goed. Alleen de Heer uw God is God en hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na en is trouw aan ieder die hem lief heeft. God is trouw. Hij komt zijn beloftes na. En als je Gods woord leest, er zijn heel veel beloftes. En elke belofte, daar staat ja en amen. Hij komt zijn woord na. Altijd. Altijd. Een ander voorbeeld. Een perfectionistische vader. Die de lat hoog legt. Die veel eisend is. Wiens liefde voorwaardelijk is. Dat je geproefd en gemerkt hebt van ik moet mijn best doen. En dan nog krijg ik niet een knuffel of een bemoediging. Het is nooit goed genoeg. Je kunt het gevoel krijgen, heeft God mij wel echt lief? Moet ik zijn liefde verdienen? Wat als ik nou heel veel Bijbel ga lezen? Wat als ik nou heel veel ga bidden en heel veel goede werken doen? Dan zal God heel veel van mij houden. En je kunt dan ook de gedachte makkelijk hebben van, maar ja, als er dagen zijn dat ik niet zo goed mijn best doe. Als ik minder bid. Of minder dit of dat doe. Ja, dan houdt God niet zoveel van mij. Maar weet je, Gods liefde is constant. En wat zegt Gods woord? Gods woord zegt in Psalm 40 vers 12. U Heer, u weigert mij uw ontferming niet. Uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren. Is dat niet geweldig? Uw liefde, uw ontferming zult u mij niet onthouden. God is hier vandaag om zijn onvoorwaardelijke liefde in jou uit te gieten.
Dat die liefde in zijn vaderhart voor jou, zijn vloeibare liefde, uitgegoten wordt in jouw hart, in jouw ziel. Zodat je volgetankt mag worden met die onvoorwaardelijke liefde. Waar wij mensen zo op zoek naar zijn en zo nodig hebben. Is dat niet geweldig? Een ander voorbeeld, de wellustige vader. Een vader die onreine opmerkingen maakt. Een vader die, weet je, het doet me denken. Laatst kwam er een meisje naar me toe en ze zei, ik was 7 jaar. Toen moest ik met mijn vader pornofilms bekijken. Ik moest naast hem op de bank zitten en we moesten samen gaan kijken. En hij zei, ja, dit hoort er gewoon bij. En dus, helaas gebeuren deze dingen. Is een misbruik. En wordt over je grenzen heen gegaan. En als dit bij jou is gebeurd en je vader is over een bepaalde grens heen gegaan. En dan wordt gesproken over de liefdevolle God als vader die er voor jou is. Dat is moeilijk te vatten als je door deze dingen heen zijn gegaan. Dat is moeilijk te vatten. Hoe kan het als je zo'n ander voorbeeld in je leven hebt gezien? Maar weet je, God zegt in 1 Johannes 4 vers 8. God is liefde. En in 1 Johannes 1 vers 6 staat, God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. God zal nooit over jouw grenzen heen gaan. In hem is geen duisternis. Hij is het licht. En hij is bij machte om die nare herinneringen die opgeslagen zijn in jouw bewustzijn of onderbewustzijn, om die schoon te wassen met het kostbare bloed van het lam. Om de dode werken die zijn opgeslagen in jouw bewustzijn en onderbewustzijn, om dat schoon te wassen, zodat de pijn van de nare herinneringen eruit getrokken wordt. En we hebben het vanochtend gezongen, dat het graf is leeg. En kies er vandaag ook voor te geloven dat het graf leeg is. Dat de opstandingskracht van Jezus Christus hier is, nog dichterbij in jou. Als je Jezus aanneemt als je redder, is die opstandingskracht in jou. En de geestelijke grafsteen, als jij ervaart geen doorbraak, omdat er als het ware een geestelijke grafsteen voor jou is gerold, dan spreek ik nu uit in de naam van Jezus Christus, dat deze geestelijke grafsteen, dat die geopend wordt in de naam van Jezus Christus. En dat Jezus de doorbreker zal doorbreken in jouw leven. En dat er herstel en genezing zal gaan komen. Je kunt ook een passieve, negerende vader gehad hebben. Die misschien je broertje of zusje voortrok. Of die wel thuis was, maar er eigenlijk niet was. En nogmaals, het kan een vader of een moeder zijn. Of dat er dingen gebeuren en dat je vader niet voor jou is opgekomen. En dan kun je gaan denken, wie ben ik nou? Hij ziet me helemaal niet zitten. En als je dat vertaalt naar God als vader, dan kun je misschien hier zitten en denken van, ziet God mij wel? Er zijn zoveel mensen, ben ik wel belangrijk genoeg voor hem? Maar weet dat je kostbaar bent en waardevol. En dat God zoveel van je houdt. En wat staat er in Gods woord? Gods woord zegt in Jesaja 43 vers 4. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol. En ik houd zoveel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Ja, alle volken om jou te behouden. Jij bent kostbaar. Jij bent niet een toevalligheidje. En ik geloof dat je hier ook vandaag niet toevallig bent. Want de doorbreker is hier. God zelf is hier. En hij gaat aan de spits ook in jouw leven. Maar weet je, er kan een belemmering zijn in jouw leven. En een van die belemmeringen is onvergevingsgezindheid.
En vandaag wil ik je uitdagen om een keuze te maken. Om vergeving te schenken aan diegenen die jou hebben pijn gedaan. En wat is vergeving? Er zijn veel misverstanden over vergeving schenken. Sommige mensen denken, ik ga pas vergeven als die ander excuses aanbiedt. Dat kan ik je nu al zeggen. Dan kun je misschien wachten tot aan je dood, maar het zal misschien nooit gebeuren. Vergeving schenken is een wilsbesluit. Vanuit je wil de keuze maken om die ander die jou pijn heeft gedaan, vergeving te schenken. Om de situatie wat jou is aangedaan, die hele situatie, naar de Heer Jezus te brengen en te zeggen, Heer Jezus, ik wil uw voorbeeld volgen. Toen u aan het kruis hing, zei u, Vader, vergeef het hun, want ze beseffen niet wat ze doen. En wil jij vandaag het voorbeeld van Jezus volgen? Door uit te spreken, Vader, vergeef mij, vader of moeder. Of misschien welke persoon dan ook in jouw leven. Heer, vergeef ze, want ze beseffen niet wat ze hebben aangericht. En volg daarin zelf het voorbeeld door te zeggen, en ik volg uw voorbeeld en ik wil er vandaag voor kiezen om mijn vader of mijn moeder te vergeven. En dan vul je in, heel specifiek, waar jij je vader of moeder voor wil vergeven. En vergeven is niet iemand ontzondigen. Vergeven is ook niet zand erover, we denken er niet meer aan. Nee, vergeven is het recht om recht te halen. Die geef je uit handen aan God en God zal recht spreken. Maar als jij de situatie in Gods hand legt, dan word jij vrij. Want hou jij het krampachtig vast in pijn, in verdriet, haat, bitterheid en wrok over wat jou is aangedaan, dan zit je vast. En kun je in een emotionele gevangenis terechtkomen. Maar weet je, besluit vandaag om een wilsbesluit te maken. Om ervoor te kiezen die ander te vergeven. En je zult bevrijd worden uit jouw emotionele gevangenis. En je zult doorbraak gaan ervaren in jouw leven. Maar de vraag is, wil je? Wil je die keus maken? En je hoeft ook niet te wachten totdat je pijn en verdriet eerst helemaal verwerkt is. Nee, het is het omgekeerde. Als er vergeving is, dan zal er genezing zijn. En bij vergeving is maar één persoon nodig, niet twee. En die ene persoon, dat ben jij. En voor verzoening, daar zijn twee personen voor nodig. En je kunt zelfs mensen vergeven die niet meer leven. Want het gaat om dat besluit. Om het los te laten. Loslaten. Loslaten. Wil jij loslaten wat jouw pijn en verdriet heeft gedaan? Ben je bereid? De doorbreker is hier. Jezus zelf. Hij is hier. En vandaag zal er veel genezing zijn. Maar de vraag is, wil jij het pakken voor jezelf? Vandaag gaat het niet even over een ander. Soms kunnen we denken, oh, die had erbij moeten zijn. Die had deze boodschap moeten horen. Nee, vandaag gaat het over jou. Wil jij het pakken? En weet je, God wil het vaderbeeld, daar waar het verwrongen is, wil hij vandaag genezen. Zodat jij een relatie met hem kan hebben. En weet je, hier in de gemeente zijn prachtige 7B's. Jullie statement. Brengen, bidden, bevestigen, begeleiden, bemoedigen, boven natuurlijk bereiken. En dat is mogelijk. Weet je, als je uitstrekt naar God de Vader. Als jouw persoonlijke, liefdevolle Vader. Dat is de basis. Dat is je identiteit, kind van God. En als die basis goed is, dan zul je doorbreken op elk gebied van deze beest. Op elk gebied. En zoals jullie hier nu zitten, zoals we bij elkaar zijn, zijn we één geestelijke familie. En ik wil je ook uitdagen om een geestelijke vader en moeder te zijn
En daarvoor hoef je in het natuurlijke geen vader of moeder te zijn. Maar ik wil je uitdagen. Wees voor elkaar een geestelijke vader en moeder. Wees er voor elkaar. Geef onvoorwaardelijke liefde. Bemoedig elkaar. Bevestig elkaar. Dat je kostbaar bent. Dat je waardevol bent. En ik wil een filmpje, een kort filmpje laten zien van een aardse vader die heel veel liefde heeft betoond aan zijn zoon. Misschien ken je het filmpje. Het is een vader, hij heeft een gehandicapte zoon en zijn gehandicapte zoon die vraagt: zullen we samen de triathlon lopen? Of lopen. En het is zo aandoenlijk, maar ik wil dat filmpje laten zien en daarna gaan we met elkaar bidden. Zullen we daarnaar kijken? Thank you.
zo aandoenlijk. Zullen we met elkaar gaan staan? Zoals ik vanochtend al zei, ik weet niet hoe je hier bent gekomen. Ik weet niet hoe je bent opgegroeid. Maar één ding weet ik. God de Vader heeft jou lief. Je bent kostbaar. Je bent waardevol. En hij houdt zoveel van jou. En je bent niet toevallig hier. Hij wil zijn liefde aan jou betonen. En misschien ben je hier en weet je niet zeker of God jouw vader is. Dat je geen geloofszekerheid hebt. Misschien ben je hier en heb je nog nooit een keuze gemaakt om een kind van God te worden. En dat kan, daar heb ik goed nieuws, dat kan door Jezus Christus. En daar wil ik mee beginnen. En wat ik wil voorstellen is om met elkaar een gebed te proclameren. En als je Jezus al wel kent, dan wil ik je vragen om het gewoon mee te bidden. Om samen sterk te staan voor degene die het misschien voor de eerste keer bidden. Maar vandaag is jouw dag. Dat jij je vader zelf kan uitkiezen. God als jouw vader. Die jou alles kan bieden wat een aardse vader jou of moeder jou niet kan bieden. Hoe lief en hoe goed ze ook geweest zijn. Maar zullen we daarmee beginnen? Dan mogen jullie me nabidden als je er mee eens bent. Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel. Dank u wel voor uw Zoon Jezus Christus. Dat hij voor mij aan het kruis is gegaan. Dat hij betaald heeft voor al mijn missers. Dingen die ik verkeerd heb gedaan. Bewust of onbewust. Al mijn zonden. U hebt ervoor betaald, Heer Jezus. Ik geloof dat u de Zoon van God bent. Dat u voor mij gestorven bent. Maar dat u bent opgestaan uit de dood. En dat u leeft. En vandaag wil ik ervoor kiezen. Om Jezus aan te nemen als mijn redder. Als mijn verlosser. Mijn geneesheer. Mijn bevrijder. En lieve Heilige Geest. Vul mij. Helemaal. Ik geef mezelf aan u. En ik wil leven voor u. In Jezus' naam. Amen.